18 jaar, Evert staat op. Dames en heren. Aangeschoven is meneertje Figo Waas, meester voorspeller. Ja, mag ik iets voorspellen, jongens? Ja. Ja, zal ik gewoon iets voorlezen voor jullie? Mag ja, dat is de bedoeling in principe. Dat komt hij, hoor. Ik begreep dat dit, ja. Ja. Edwin, Rick, Niels, Henk en toch ook een beetje mijn grote vriend Petertje Heerschop. Hartelijk gefeliciteerd. Maar ook mezelf kan ik natuurlijk een beetje feliciteren. Waarom zullen jullie zeggen, waarom feliciteert Ficootje Waas, de meester voorspeller zichzelf? Nou, hierom. Het is december 1999 en ik weet nog heel goed dat ik tegen mijn toenmalige vriendin zei, ik heb het idee dat er volgend jaar iets bijzonders gaat gebeuren. Wat dan, vroeg ze. Ik zeg, nou, ik denk dat er volgend jaar een soort kindeke wordt geboren. Doe nu zo gek, zegt ze, jij gelooft toch helemaal niet, Figo? Ja, ik zeg, natuurlijk geloof ik niet, maar ik kreeg net iets door via de ether. Ik denk, zei ik, en je moet niet gek gaan kijken, maar ik denk dat er een nieuw radioprogramma wordt geboren volgend jaar. In het jaar 2000. En dat radioprogramma gaat de hele radiowereld veranderen. Het wordt een ochtendprogramma, zei ik ook nog. En ik krijg nog iets door, wacht even, Nee, niet drie wijzen uit het oosten, maar één wijze uit het oosten. En twee gekken uit het westen. En één van die twee gekken is een Romein, maar die zal niemand kruisigen. Nou, zei mijn toenmalige vriendinnetje, dit zegt niets. Jij zegt wel eens vaker wat dat niet uitkomt. Ik zei, ja, jij zei bijvoorbeeld tegen mij dat wij nog geen half jaar met elkaar zouden uithouden. Ik zeg, dat klopt. We kennen elkaar nu 7 maanden, dat is precies 1 maand te veel, ophoepelen. Daar ging ze met het staartje tussen de benen. Maar inderdaad, wat gebeurt er in het jaar 2000? 2 eeuwen na de geboorte van Jezus Christus was er weer licht en geluid. De meneertjes van de radio, Edwin, Niels en Rek, worden geboren bij 538. En in hun eigen stal, die ze studio noemen, schiepen zij een nieuw programma. En veel mensen volgen de drie meneertjes en geloven in ze. En vragen soms om goede raad of goede muziek en file nieuws. En de meneertjes geven ook goede raad en goede muziek en file nieuws aan hun volgelingen. En zo ontstaat er een nieuw geloof. En de meneertjes zien dat het goed is. Dan is het 2002, ik ben 40 jaar. Het is het jaar van de Olympische Spelen in Salt Lake City en ik word gebeld. Ik neem op en zeg, ha Niels. Dat blijft even stil aan de andere kant van de lijn. En dan zegt Niels, hoe weet jij dat nou? Ik heb je nog nooit gebeld, je weet niet eens wie ik ben. Ik zeg, vraag me niet hoe het kan Niels, maar dat kan ik nu eenmaal. Wat kan je nou eenmaal, zegt Niels. Ik zeg, voorspellen, zeg ik, wat er gebeurt op deze wereld. Oorlog, vrede, uitslagen van schaatsafstanden op de Olympische Spelen. Uitslagen van andere wedstrijden op de Olympische Spelen. Uitslagen van voetbalwedstrijden op EK's en WK's. Het weer, verkiezingen, songfestivals, relaties, criminele afrekeningen binnen en buiten het milieu. Voorspellen, dat is mijn gave, dat is mijn lust en mijn leven. Ik ben de meester voorspeller. En vanaf dat moment treed ik in dienst van de drie meneertjes van de radio. Ook wel de grote drie. Ook wel de drie van Hilversum. Ook wel het super trio. Voor sommige vrouwen ook wel 3 is te veel. Johan Cruijff zei over ze, wat ik dus in principe kom met een bal. Kunnen zij dus met een radio. En hoe goed we ook zijn, soms voelen we ons roepende in de ravijn. Louis van Gaal zei over ze, sometimes the whole is better than the sum of the parts. Edwin, Rick en Niels, ze noemen zichzelf ook wel eens de bazen van Ficootje Waas en Peter Heerschop. Want zo heten we vanaf het moment dat we samenwerken, Petertje Heerschop en Ficootje Waas. 4 Olympische Spelen, winterspelen, 3 Olympische Zomerspelen, 3 WK's voetbal, 3 EK's voetbal hebben we samen meegemaakt. De meneertjes van de radio en Peter en ik. En jongens, al die voorspellingen die ik deed, de ene nog beter dan de andere. En natuurlijk, toegegeven, daar moet ik eerlijk in zijn, ik zat er ook wel eens naast. En dan werd ik wel eens uitgelachen en weggehoond door de meneertjes van de radio. Moest ik wel eens met 2 grote oren in de hoek staan van de meneertjes van de radio. Werd ik wel eens met pek en veren uit de studio gedragen door de meneertjes van de radio. Maar altijd mocht ik weer opnieuw beginnen. Altijd kreeg ik weer vertrouwen. Altijd grote dank daarvoor. En eigenlijk is er in die jaren niet veel veranderd. Ik kijk wel eens naar foto's uit die tijd van Team Evers en die foto kan net zo goed gisteren genomen zijn. Natuurlijk, we zijn ietsje ouder geworden. Ietsje grijzer, ietsje minder haar, ietsje meer kilo's. Maar hey, dan kijken we elkaar en dan zeggen we, gelukkig zijn we op de radio. En op de radio zijn we gelukkig. En ik voorspel dat het nog wel even doorgaat met dit team. Edwin, Rick, Niels, Henk, Peter. En soms mag ik daarbij zijn. Daar kan ik enorm van genieten. Voor ons ligt het EK voetbal van 2016 in Frankrijk, waarvan ik voorspel dat we die gewoon gaan halen. En na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waarvan ik voorspel dat wij erheen gaan met Evenstad op. Want iemand moet het doen. Iemand moet daar de kastanjes uit het vuur slepen, de voetballetjes uit de vervelen helpen en de stringjes uit de branding halen. En waarom wij dan niet? Wat ons bindt is de lol, is de nieuwsgierigheid, is het plezier in het maken van mooie radio. Edwin, Rick en Niels en iedereen die dit programma mogelijk maakt, nogmaals gefeliciteerd en een grote knuffel voor jullie eigen Ficootje Waas, meester voorspeller en vriend. Ficootje Waas! Hey.
Mooi, dankjewel, Tito. 15 jaar, Evert staat op.